Maar wie door 40 jaar Vlaamse televisie bladert, ontdekt al gauw dat er toch heel wat afgelachen werd, al was dat niet altijd zo bedoeld. En soms wordt iets om de een of andere reden pas vele jaren later lachwekkend. Op 14 september 1967 deed de toenmalige premier Paul van den Boeynant zijn regeringsmededeling over de begrotingspolitiek. Ze duurde bijna een half uur. Hij meldde opgewekt dat er geen nieuwe belastingen zouden komen, wel verhogingen. Er was bijvoorbeeld sprake van een mogelijk autowegenvignet. En er was nog een belastingsverhoging waarmee de eerste minister in zijn maag zat. Wat nu het kijk- en luistergeld betreft, heeft de regering nooit een beslissing aangekondigd. Nooit. Maar wat is nu precies het probleem van daar ligt de zaak? Wel, de regering stelt vast dat iedereen overigens terecht betere programma's vraagt. De regering constateert dat wij voor de tv, kleuren-tv staan. Duitsland is ermee begonnen, verleden maand. Frankrijk begint in oktober en Holland drijft zijn proeven maximaal op. Willen wij in 1968 betere programma's en kleuren televisie in 1969, dan zijn bijkomende inkomsten nodig. Niet voor de regering, maar wel voor de BRT. Er zijn verschillende mogelijkheden wel te verstaan. De tv openstellen voor reclame, het kijkgeld dat sedert 1957 ongewijzigd bleef, indexeren en zo verder. Maar ik herhaal het. Voordat men over modaliteiten spreekt, moet er eerst een optie worden genomen, een keuze worden gedaan. En wij zijn van plan het parlement te verzoeken te beslissen over de vraag of België in 1969 tot kleurentelevisie moet overgaan. Zie daar het probleem. En ik voeg eraan toe dat wij nooit mogen vergeten dat wij twee taalstelsels hebben. Wat betekent dat de kostprijs van alles wat wij ondernemen onvermijdelijk veel duurder kost dan elders. Dat is jammer, maar het is nu eenmaal zo. De regering VDB zal twee jaar later vallen en dan zal het nog een jaar duren vooraleer de BRT omroepster het eerste kleurenprogramma kan aankondigen.